Ik hoop dat hij een goede money heeft gepakt gewoon. Ik hoop het ook voor hem. Ja, toch? Denk nou ja, hij heeft sowieso wel aandacht gekregen. Ja. Dus wel ja, inderdaad. Maar denken jullie dat het ook soort van voor imago schade kan leiden? Nee. Zijn werk is memes maken, joh. Hij kan zichzelf doodmemen nu gewoon. Ja, precies. Hij was ja. ook voordat hij... Tijdens dat die KO ging, had hij al een post geplaatst, weet je toch? Van dat hij super slecht ging of zo, weet ik veel wat. Een of andere caption er weer bij. Ja, dat dus, is wel stoer van hem, dat hij dat doet. Oh, een ja, beetje zelfspot, ja. Ja, dat moet wel. Je kan wel. Je hebt wel weinig keus. Je kan niet doen alsof dit niet gebeurd is. Ja, precies. Of je niet zo hard geklapt bent. Dus ja. Maar ja, het was sowieso oneerlijk, toch? Althans, oneerlijk. Nessie was al langer in die motion van training. Ja, je zag al gelijk dat hij meer ervaring had. Je zag het verschil had, meteen, ja. toch? Maar ja, Fatou. Ik ben benieuwd wat er nog meer gaat komen, man. Tussen rappers of whatever. Ja, denk je dat dit nu een soort van... Ja, tuurlijk, man. Dit is weet je waar ik aan moet denken? Vroeger op MTV had je Celebrity Deathmatch. Kennen jullie dat nog? Ja, maar nog real life nu, toch? Ja, maar nu is het inderdaad... Ja, oh nee, ik ken dat niet. Nee? Nou, ja, vroeger werd het met Klei... Ja, ik hoop dat het... Boef was daar. Kai ja, is daar. Is Kai was money. Daar. Boef wil gewoon echt money. Dus voor een tegen Armo, toch? Ja, voor een ton inderdaad. Een eerlijke strijd, toch? Ja, want Nessie had toch in de ring gezegd? Ja, voor een ton, voor een ton tegen Boef. Ja, maar dat Boef zoiets gezegd van ja, eerst Armo en daarna zien we wel. Ja. Maar waarom vind je het een oneerlijke strijd van Boef en ik weet Armo? Niet, ik heb daar hetzelfde gevoel. Dan is Armo Anwar voor mijn gevoel en dan Boef. Dat slaat helemaal nergens op. Dat gevoel heb ik gewoon zo. Oké, okay, ja, ja. Ik weet niet, ik heb altijd te doen met Armo of zo. Man, medelijden met die guy. Ik weet niet waarom. Wordt overal koud gemaakt in de comments in real life. Dus ja, die YouTube had toch gisteren ook zoiets gepost? Ja, YouTube zou in eerste instantie fitten met Nessim. En toen ging die, toen zag hij daar vanaf omdat YouTube wilde kickboksen. Mm-hmm. En Nessim wilde alleen boksen. En toen is uiteindelijk Anwar is daarmee in zee gegaan, man. Dus nu is YouTube, ja. Ja, die had gisteren een video gepost van Nessim komt nu tegen mij en Boef en zo zijn helemaal niks. En toen had Boef daaronder gereageerd met van, vertel dan ook even bij dat je al 10 jaar in mijn DM's slijt om een video op te nemen dat ik je altijd op air laat. Hey, Boef is echt savage laatst. Oh, dat heb ik niet meegemaakt, maar dat is inderdaad echt heel savage.